In deze video gaan we kijken naar hoe je minder belasting kunt betalen over je inkomen dat je hebt. Want er zijn verschillende vormen van inkomen. En dit is dan ook een vervolg op de video die ik de vorige keer heb gemaakt, vorige week, over de 7 vormen van inkomen. Daarin keken we naar miljonairs, vooral in Amerika. Die hebben vaak 5 tot 7 vormen van inkomen. Waar wij het vooral over salaris hebben, zijn er dus nog 6 andere vormen. In die video vertelde ik al dat juist van die andere vormen, die de meeste mensen dus juist niet hebben, het belastingpercentage vaak veel lager is. En dat het ook veel interessanter is. En dat op die manier mensen dus ook snel een vermogen op kunnen bouwen. Dus in deze video gaan we daar juist naar kijken. Naar hoe je juist met die andere vorm van inkomen minder belasting kunt betalen. Maar voordat we aan deze video beginnen heb ik nog een vraag. Heb jij liever 100.000 euro aan belastbaar inkomen uit werk? Of 62.500 euro belastbaar inkomen uit beleggen? Als jij waarschijnlijk voor die 100.000 euro bent gegaan, en dat zijn de meeste mensen die daarvoor kiezen, dan is dit zeker een interessante video voor jou. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus wil je daar meer over zien, abonneer je dan op het kanaal. In deze video gaan we dus kijken naar hoeveel belasting je betaalt op verschillende vormen van inkomen en waarom juist miljonairs dus kiezen voor die andere vormen van inkomen behalve salaris. En zoals je misschien wel weet, heb je bij het inkomen dat wordt belast via 3 boxen, box 1, 2 en 3. Nou, in deze video gaan we vooral box 1 en 3 behandelen. Box 2 is degene op aanmerkelijk belang. En dat wil zeggen, zodra jij meer dan 25% belang ergens in hebt, aandelen of stemrechten of invloed ergens op het bedrijf, dan betaal je daar dus 25% over. Maar aangezien dat bij de voorbeelden die we vandaag gaan bespreken eigenlijk niet het geval is, of misschien bij 1 voorbeeld een beetje, maar niet per se, gaan we ons dus richten op box 1 en op box 3. Laten we beginnen bij box 1, dus het inkomen uit werk en woning. En hierin gaan we vanuit dat je trouwens nog niet de AOW-leeftijd hebt bereikt, dus je bent nog niet met pensioen. Als je namelijk wel met pensioen bent, zijn de tarieven wat lager en dat is veel interessanter. Maar daar gaan we ook weer in het vervolgende video over maken en dan hebben we het specifiek over pensioenbeleggen. Maar in dit voorbeeld gaan we dus vanuit dat je nog niet de AOW-leeftijd hebt bereikt. En dat je op dit moment dus een inkomen hebt uit een salaris. Nou, dat wordt dus in box 1 belast. En op die manier heb je eigenlijk een belastingpercentage tussen de 36,65 en 51,75%. Hangt een beetje af van hoeveel jij verdient. In de meeste gevallen zullen mensen in de 2 onderste treden zitten. Maar verdien jij dus meer dan iets van 68.000 euro, dan kom je in die laatste treden en heb je dus wordt dat gedeelte met meer dan de helft belast, dus je houdt niet eens de helft over. In de vorige video hadden we dus 7 vormen van inkomen. De eerste daarvan was salaris en de tweede daarvan was winst uit onderneming. En bij beide van deze vormen wordt het inkomen dat je verdient belast via box 1. En zul je dus zien dat je eigenlijk altijd een derde, en als je pech hebt zelfs ongeveer de helft van je inkomen, moet inleveren aan belastingen. Het laatste voorbeeld uit de vorige video hadden we royalties of licenties. Dus stel jij schrijft een boek of het wordt verfilmd. Of je hebt een franchise deal of weet ik allemaal wat. Dan kun je dus ervoor zorgen dat je de royalties die je krijgt, daar wordt ook belasting over gegeven. En ook die valt in box 1. Dus ook daar wordt gewoon net zoals bij je salaris tussen de 36 en 51 of 52% belasting over gegeven. Alle andere voorbeelden in deze video, en dus ook uit de vorige video van de voorbeelden van 7 inkomens, die zijn belast in box 3. En die maken het juist zo interessant om daar meer inkomen uit te halen. Dat is ook de reden dat veel miljonairs daar zijn geld dus uithalen. Nou, laten we dan gaan kijken naar box 3. Box 3 is zo, daar wordt het vermogen belast in principe uit sparen of beleggen. Tegenwoordig gaat de Belastingdienst bij box 3 ervan uit dat afhankelijk van je vermogen je meer rendement maakt. Ze gaan er namelijk vanuit dat als mensen veel geld hebben, ze dus meer ervaring hebben met beleggen, met geld maken, met dat soort dingen, waardoor ze dus een hoger rendement kunnen verwachten dan mensen die weinig vermogen hebben. En op die manier zie je dus 3 schijven tussen de 1,9 en 5,6% rente waar zij van uitgaan en waar ze mee gaan rekenen. Nou, het mooie hiervan is dat de bedragen niet eens zijn de belastingpercentages eigenlijk. Ze houden ook nog mee rekening mee dat je 30% op die bedragen doet, waardoor het dus nog een stuk lager uitvalt uiteindelijk. Als we dan naar het derde voorbeeld kijken uit de vorige video, dan hadden we het over interest of rente. En dat wil zeggen, als je mensen jij geld uitleent en daar dus een vergoeding voor krijgt, rente of interest, dan wordt dat ook in box 3 belast. Net zoals trouwens het andere voorbeeld, en dat was dividend. Dividend wordt in principe al ten eerste trouwens dividendbelasting overgeheven. Dat is 15% in Nederland en bijvoorbeeld in Amerika is het eigenlijk 30%. Maar omdat
Nederland dan juist weer een belastingverdrag heeft met Amerika, telt daar ook 15%. En dan kun je dus zelf al een gedeelte terugvragen. Het is zelfs zo dat Nederlandse belasting via dividend die je betaalt, je in principe als voorbelasting kunt verrekenen. Dus die kun je verrekenen met je inkomenbelasting, waardoor je in principe 0% dividendbelasting betaalt op het Nederlandse dividendniveau die je hebt. Al het geld dat je hebt verdiend met dividend, dus het inkomen uit dividend, wordt trouwens ook weer een box 3 belast. En afhankelijk van hoe groot je vermogen is, is dit tussen die 1,9 en 5,6 keer 30% dus. En dit geldt ook voor de laatste twee voorbeelden. De eerste hadden we nog huurinkomsten. Dus stel je hebt een tweede woning die je weet te verhuren. Nou, het geld dat je daarvoor krijgt, bijvoorbeeld 1000 euro in de maand, wordt niet belast via de inkomen, terwijl je bijvoorbeeld misschien wel 50% moet betalen, maar wordt ook wederom in box 3 belast. En het geldt ook voor vermogensgroei. Dus stel je hebt aandelen in een bedrijf. Dit jaar was het 10.000 euro waard, maar het bedrijf heeft het heel erg goed gedaan. Noem maar iets Apple, die het toevallig nou net niet zo goed doet op dit moment. Maar stel ze gaan het nou dit jaar heel goed doen en ze eindigen met 20.000 euro. Dan heb je dus 10.000 euro inkomen uit vermogensgroei van je aandelen. Nou, die 10.000 euro wordt ook gewoon weer in box 3 belast, dus weer dat lage percentage. En zo zie je dus dat er heel veel vormen van inkomen zijn die juist in box 3 worden belast. En als we dan bijvoorbeeld weer gaan kijken naar de vraag die ik jullie in het begin stelde, heb je liever 100.000 euro aan belastbaar inkomen uit werk of 62.500 euro belastbaar inkomen uit beleggen, dan zullen veel van jullie hebben gekozen voor het hogere bedrag, die 100.000 euro. Maar wat je door deze manier dus ziet van die twee verschillen tussen box 1 en box 3, is dat natuurlijk box 3 uiteindelijk veel interessanter is. Pakken we namelijk even het rekenvoorbeeld erbij van die 100.000 euro in box 1, dan zul je zien dat je uiteindelijk 42,1% belasting daarover betaalt, waardoor je nog maar 57.900 euro netto overhoudt van die 100.000 euro. Stel nou dat je dus geen 100.000 euro, maar 62.500 euro had gekregen. Dat is al bijna 40.000 euro minder dan dat andere bedrag. Maar in dit geval krijg je het uit inkomen uit beleggen. Nou, dan valt het dus in box 3. Kijken we nou naar deze berekening, dan zul je zien dat we slechts 0,58% belasting hierover betalen. Nou, zou het nou allebei 100.000 euro vanuit gaan vanuit het beginbedrag? Nou, dan was het dus bij uit box 1 hield je dus die 57.900 euro over. En in dat geval zou je zelfs bij box 3 99.206 euro overhouden. Oftewel 71% meer dan wanneer je het in box 1 zou zijn belast. En het komt puur omdat die box 3 veel lagere belastingpercentages kent. En dan zie je dus maar dat je op 100.000 euro net geen 800 euro belasting betaalt. En dat maakt het dus zeer aantrekkelijk om te zorgen dat je dus behalve uit salaris, in ieder geval zorg dat je inkomen uit andere vormen hebt, die in ieder geval het liefst nog in box 3 worden belast. En op die manier krijg je dus dat mensen snel miljonair kunnen worden. Ze zorgen ook, natuurlijk hebben ze ook een salaris ergens uit, misschien uit een eigen bedrijf. Of misschien heel veel Amerikanen zijn bijvoorbeeld ook gewoon docent bijvoorbeeld, hebben gewoon normaal salaris. Alleen als je een groot gedeelte van je salaris weet te sparen in principe en bijvoorbeeld gaat beleggen of een tweede huis ervan kunt kopen uiteindelijk, kun je dus zien dat je dus het vermogen wat je daarmee opbouwt en het inkomen dat je daaruit krijgt tegen een veel lager belastingtarief wordt verrekend, in box 3 dus, waardoor het vermogen eigenlijk sneller kan groeien omdat je meer geld overhoudt. En dat is dus eigenlijk ook de tip die ik jou mee wil geven. Zorg dat je naast je gewone salaris dat je nu verdient voor een andere inkomen zorgt. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het geld wat je hebt een beetje dus te sparen en te gaan beleggen. De vermogensgroei wordt namelijk tegen een heel erg laag belastingpercentage verrekend. In het geval van die 100.000 euro zag je dus in het ene geval betaal je 42,1%. En in het andere geval betaal je bijna 0,6%. Daar zit dus een verschil in van 41,5% belasting dat je in enig geval minder hoeft te betalen. Nou, op de lange termijn is dat natuurlijk een enorm verschil als je dat gaat gebruiken en toe gaat passen. En dan kun je op die manier dus snel vermogen opbouwen, ook als je weinig geld hebt in principe. Want ook als je dus een normaal salaris, een modaal salaris in principe verdient, maar je weet wel 10% bijvoorbeeld daarvan te beleggen, kun je op de lange termijn dus echt wel miljonair worden op deze manier. En daarmee wil ik deze video afsluiten. Vond je nou een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder, geef even een duimpje omlaag. En laat in de reacties onder deze video weten waarom je dat vond. Praat ook in deze reacties onder deze video bijvoorbeeld over dit onderwerp. Of misschien heb je nog vragen, of kun je juist vragen van andere kijkers beantwoorden. Wil je nou meer interactie met kijkers, kun je ook naar onze Discord chat. Daar hebben we inmiddels iets meer dan 10 mensen in zitten over alle andere onderwerpen praten. Dus persoonlijke financiën, investeren en beleggen, passief inkomen. Als je vragen hebt of opmerkingen of leuke video's die je daar wil delen, kun je daar ook zeker naartoe. Als je nog geen lid bent van dit kanaal, maar je hebt het wel tot zover gekeken, lijkt het me dat je misschien wel interesse hebt in meer van mijn video's. Nou, kun je altijd abonneren op dit kanaal, dan mis je nooit meer een video. Nou, tot zover bedankt en dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.